Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO. Andy Murray heeft na de finale, de verloren finale op de Australian Open, niet meer getennist. Tjerk Bosta, is hij nog wel favoriet voor dit ABN AMRO World Tennis Tournament? Uiteraard. Hij heeft finale daar gespeeld en hij is, denk ik, altijd favoriet. Als hij meedoet, is hij een van de favorieten in ieder geval. Dit is Tennis Plaza. Okay, we're opening up questions round. If you could raise your hand first, please. After the Australian Open, I didn't pick up a racket until I arrived here. There's 128 players in the tournament at the start. Getting to the final, obviously, and losing, like I say, is tough. Being second out of 128 is not bad. I want to try and keep a consistent level throughout this year, and hopefully I can do that again this week. Thank you very much. Welkom bij Tennis Plaza, dag 2 van het ABN AMRO World Tennis Tournament. We zijn er elke dag na het nieuws in het Wereld TV Rijnmond en praten we met tennissers die meedoen aan het toernooi en met mensen uit de tenniswereld. Vandaag aangeschoven Tjerk Bokstra, oud Davis Cup captain, tegenwoordig ook schrijver van een boek. En de man die met Jan Siemerink hier als coach, je begeleidde Jan Siemerink in 98 toen hij hier het toernooi won. En daarnaast de man die dit jaar de tweede ronde wist te halen, Simone Bolelli. Welkom. Hallo, hi. You've played the finals from the doubles in Australian Open. How fit are you? Because we just saw Andy Murray playing the final, or talking about the final. Yeah, it was very exciting. I mean, it was a really big emotion. Me and Fabio, we didn't expect that from the beginning. We just started to play doubles, first, second round, and then day by day, we realized that maybe a little chance we had it to win the tournament. Yeah, because doubles is not your main target, right? You want to be single player. No, I mean, we are single player. We play doubles when we can, when obviously in the big tournament we are going to play it, because also for it's good also for practicing, for your improve your game, service, return. So it's very important also to play sometimes doubles. Yeah, but how hard is the change if you play a whole tournament in Australia then with doubles and single and now coming to Rotterdam? Yeah, but I had 1 week to rest. Last week I didn't play. I was supposed to play Zagreb, but I pulled out. Obviously, we finished late on Saturday night there, so it was impossible to play last week. So I had a couple of days of rest, a couple of days practice, and then I'm here. And now you're a hero in Italy or not? Because it's the first time in about 50 years that an Italian couple won a double, right? Yeah, 15 more years, yeah. What was that for the last time? Pietrangeli and Cirola, maybe. And Czech played against them, probably. Yeah, right? Sure. Voor jou ook een bijzondere dag, want vandaag is je boek Wie durft gepresenteerd. Yeah. Je boek ligt hier op de tafel. Dit boek gepresenteerd, het gaat over tennis, natuurlijk, en spagaat van een tenniscoach. Yeah. Waarom dit boek? Waarom een boek schrijven? Nou, ik zal je vertellen dat ik de laatste 5 jaar ben ik bezig met mijn eigen academie samen met Tom Kempers. En ik heb daarvoor jarenlang in het circuit rondgelopen waar deze jongens in rondlopen. Vooral lang als coach, op het hoogste niveau. En de laatste 5 jaar werk ik veel met jeugdtalent. En ik kom daar in zoveel aspecten tegen die vaak ook remmend werken op de ontwikkeling van de speler. En ik ben eigenlijk verbaasd geraakt in de laatste jaren wat het allemaal is. En ik heb daar vooral over geschreven. Ook over mijn verleden. Ook als Davis Cup captain. Ook als Fed Cup captain. En ook als coach van Jan en van Raymond en Martin Verkerk. Ja. Maar eigenlijk een combinatie van factoren. Er wordt mij vaak gevraagd, waarom komen er geen nieuwe spelers meer door? Waarom duurt dat zo lang? Ja, heb je nu het antwoord gevonden in dit boek of niet? Nou, ik geef wel een aantal antwoorden. Een aantal antwoorden, ja. Waarvan ik denk dat zeker remmende factoren zijn. Dat kunnen ouders zijn, de omgeving van spelers. Dat kunnen de financiën zijn. Dat kan ook sowieso de mentale hardheid zijn. Of mensen wel echt de wil hebben om door te gaan. Dus er zijn verschillende aspecten en die beschrijf ik er allemaal in. Ja, die boekpresentatie die was vandaag. Daar waren een hoop mensen uit de sportwereld ook bij aanwezig. En wij waren er natuurlijk bij. Het wemelt inderdaad van de topcoaches uit verschillende sporten bij de presentatie van het boek Wie durft van Tjerk Bokstra. Geen wonder, want coaches onder elkaar, dat gaat blijkbaar prima. Wat ik gedaan heb is met Tjerk
En nog iemand komen we eens in de zoveel tijd op een Champions League avond bij elkaar, bij mij. En dan nodigen we een aantal coaches uit. Uit andere gebieden. Van de Geest, die ook hier vandaag was, die hebben we een keer uitgenodigd en zo. Kempkes, al die mensen nodigen we uit. En dan gaan we een avondje Champions League kijken met z'n allen. En dan, ja, daar komt van alles uit. Er komt ongein, gein, maar ook serieuze thema's. En dan heb je veel coaches van andere sporten die elkaar een beetje gek maken, een beetje bestuiven. Een van de serieuze thema's die dan besproken worden, dat is de stand van zaken in het toptennis in Nederland. Die is enigszins zorgwekkend, aangezien het maar niet lijkt te lukken om talent van eigen bodem structureel te laten doorbreken. En dat terwijl tennis een grote sport is in Nederland en we in het verleden met onder andere Richard Krajicek en Jan Siemerink wel ooit meedraaiden met de wereldtop. De gouden generatie die er was, zijn niet mijn woorden, maar zijn van de media de woorden. Dat was een periode waarin het heel erg goed ging met Nederlands tennis. Daarna is het iets minder geweest, maar het is ook nooit slecht geweest. Hè, want dat moeten we ook niet overdrijven. Maar we moeten ook wel weer proberen met z'n allen te zorgen van oké, die goede tijd die we gehad hebben, daar moeten we weer naartoe werken ook. Want als het toen kan, dan moet het in de toekomst ook kunnen. En een panklaar antwoord op de vraag waarom het nu enigszins stagneert, is er niet. Er zijn wel heel veel factoren die daarmee te maken hebben. Nou, het is een combinatie van alles. En zoals altijd heeft het ook met financiën te maken. Het kost onderhand allemaal geld en die keuzes worden eigenlijk in Nederland niet hard genoeg gemaakt. We hebben 34 miljoen voor de topsport. Dat vinden wij een heel bedrag. Het is een peanutsbedrag. En zolang wij dus zo blijven denken en zolang wij dat niet kunnen omkeren, dan zal dat moeilijk blijven. Ook voor de tennissport, want ik heb begrepen, alleen maar in de top wordt goed verdiend, maar zodra je buiten de top bent, zijn er ook helemaal geen mogelijkheden. Dat verbaasde me eigenlijk wel. Jan Siemerink won in 1998 het ABN AMRO World Tennis Tournament met Bochstra als coach aan zijn zijde. Nu ontvangt hij het eerste exemplaar van dienstboek. Nogmaals, heel erg trots dat ik jou dit boek als eerste mag overhandigen. Dankjewel, Jan. In Wie Durft gaat Bochstra zelf ook in op de problematiek van het Nederlandse tennis. Sommige van de aanwezige coaches denken dat een commerciële tennisploeg misschien uitkomst kan bieden. Wij hebben in het schaatsen wel iets unieks neergezet. Door de commerciële ploegen neer te zetten kun je de sport naar een heel hoog niveau tillen. We hebben 5 of 6 schaatsteams. Als je één tennisteam opricht, ben je voor de helft van het bedrag wat je een schaatsteam voor opricht, heb je de hele Nederlandse tennistoppers in je team. En het belangrijkste is er dan om 52 weken per jaar goede begeleiding te geven. En daarmee heb je binnen nu en 2 jaar 6 speelsters bij de eerste 100. Spelers en speelsters. De boekpresentatie vandaag dus van Jack Bochstra, Wie Durft. Simone, you've had a struggle as well over the past year because you had surgery on your wrist. Yeah. And so you didn't play for a whole year. You had to come back from position 321. Yeah. So yeah, it was a very tough year. I mean, I got injury during the tournament in Miami in 2013, and then I tried to save the injury without surgery for 3 months. But then after Wimbledon, I decided to make a surgery because there was no other option. And I didn't play for 10 months. And it was very tough to come back. What's the toughness? Because Jack just said the young people, young players in Holland, maybe it's financially, it's parents that are an influence on the career of a young Dutch talent. So what's hard to come back for you when you're 28 trying to come back? It was very hard. For me, it was the second one on the wrist. I had another one in 2005, but it was tough because you're not used to play matches, you're not used to stay on court. Okay, you can play, you can hit the ball, you can do whatever you want, but play matches is another thing. I had lucky first tournament. I just play doubles in Melbourne, because after that we have Davis Cup in Argentina, and the captain called me to play doubles, so I decided to make some couple of matches before this event. Then we won there in Argentina, a very tough doubles, 4 sets. And then I think it made me a really good confidence for the rest of the year. I won 4 challengers. I play good in Wimbledon. I start good the year, and I think that was
Can help you a lot. Ja, dus vertrouwen, zegt hij eigenlijk, is heel erg belangrijk. Confidence. You need confidence. You need a lot of matches. You say play challenges, but it actually doesn't matter what level you play, as long as you play a lot of matches. And you win a lot, and then you get confidence. Yeah. So that helps a lot. It's good that he played a lot of challenges before he started on the highest level again. Yeah. That was the key. I mean, when you stay a long time out of the court, the emotions, when you can feel it during the match is different. Yeah. Maar hoe gaan we dat dan voor het Nederlands tennis oplossen? Want wat moeten die jonge talenten... Now it's in Dutch again. Ja, now it's in Dutch again. Now it's about Dutch talent. So they have to pay extra attention. Is dat meer challenges spelen, meer ervaring opdoen, meer kleine toernooien? Also, ja, weet je, ook de Nederlandse kinderen, dus vooral de toppers, die hebben wel de internationale ervaring ook nodig. Want tennis is een echt mondiale sport. Het wordt overal over de wereld gespeeld. En ook bij jonge spelers al, spelen heel snel internationaal. Nu vind ik dat je niet stappen over moet slaan. Dus je moet niet internationaal gaan spelen als je in Nederland nog niet alles kan winnen. Maar ik vind wel belangrijk dat de betere spelers in Nederland ook internationaal kunnen spelen. Dus ik schrijf ook over het schoolsysteem. Hè, wat ook een remmende factor kan zijn. Dat kinderen gewoon te veel naar school toe moeten. En dat is op zich niet erg dat je naar school toe moet. Maar je moet wel kijken van als topsport echt mijn passie is en ik kan daar goed in worden. Dan moet je daar wel ruimte voor geven om ook kinderen veel aan sport te laten doen. Dus er zijn ook... Ja, er zijn verschillende factoren die belangrijk zijn. Dus het onderwijs is belangrijk. Wij moeten meer ingericht zijn in Nederland op topsport. Goed. Op topsport zou Glenn Smits misschien niet helemaal ingericht zijn. Hij won wel de supermatch. En dat betekende voor hem dat hij mee mocht doen in het dubbeltoernooi van het ABN AMRO World Tennis Tournament. Hij mocht spelen met Jesse Houtegaalum. Alhoewel met de loting hadden ze niet heel veel geluk. Glenn Smits koopt normaal gesproken een kaartje om vanaf de tribune te kijken naar de beste spelers van de wereld. Maar dit jaar is alles anders. Omdat hij de supermatch heeft gewonnen, speelt Smits samen met Jesse Houtegaalum tegen een van de beste dubbelaars ter wereld, Nenad Zimonjic. Ja, droomde ik vanaf dat ik hier kwam vroeger, droomde ik al van natuurlijk. De clubkampioen van RLTC uit Ridderkerk plaatst zich voor Ahoy door de supermatch te winnen. Een toernooi tussen 180 Nederlandse clubkampioenen. Echt zo leuk, ja. Ik kan niet vertellen hoe geweldig ik dit vind. Om aan het hogere niveau te wennen, traint de Rotterdammer een dag later met zijn eenmalige dubbelspelpartner Jesse Houtegaalum. Echt heel leuk. Fotootje maken en dan die spelerspas krijgen, dan loop je toch anders rond dan normaal met je kaartje. En had je enig idee wie er zat te kijken net nog even? Nee. Daniel Nestor. Oké. Ja, die even aan het scouten voor zijn oude maat misschien. Nou ja, precies. 83 toernooien gewonnen, 7 Grand Slams. Dat zit hij gewoon even naar Glenn Smits te kijken. Ja, dat heb ik aan jeugdtoernooien en seniorentoernooien nog niet bij elkaar gewonnen, denk ik. Op de eerste dag van het hoofdtoernooi speelt Smits dus op het centercourt tegen de oude maat van Daniel Nestor, Nenad Zimonjic. In de eerste set is het niveauverschil erg groot en verliest het Nederlandse koppel met 6-1. Het is gewoon een hele andere, ja, gewoon een hele andere wereld waar je in staat ineens. Die gasten die serveren constant 200 per uur tegen de lijn aan. Ja, dat ben je gewoon niet gewend. En, en ook met die returns zijn ze heel snel. En dan ben ik aan het net gewoon elke keer te laat eigenlijk. Dus dat is niet iets wat voor mij nog gaat lukken, denk ik. In de tweede set gaat het wel iets beter, maar ook die set winnen Smits en Houtegaalum niet. Het wordt 6-3, maar dat mag de pret niet drukken. Het was geweldig. Het was echt heel leuk. Ik had wel wat minder foutjes willen maken, maar ik vond het een geweldige ervaring. Echt heel leuk. Ja, gaan we gelijk aan de kenner vragen. Hoe deed hij het? Ja, ik moet zeggen, het begin was even inkomen, maar ja, dat is natuurlijk logisch. In Ahoy met veel toeschouwers, ja, aparte omgeving, een beetje wedstrijdspanning. Maar naarmate de wedstrijd deed hij het hartstikke goed. En ik denk dat hij terug mag kijken op een hele mooie ervaring die hij nooit zal vergeten. Ja, iedereen die hier natuurlijk staat, die kan ontzettend goed tennissen. En als je dan tegen de oud nummer 1 van de wereld staat, die het toernooi waarschijnlijk al een aantal keer gewonnen heeft, dan is dat wel heel bijzonder. Ja, 4 keer. Ja. Slecht. Ja, maar 4 keer. Misschien komt er nu een 5 keer bij. Dan hebben we in ieder geval van de winnaar verloren. Glenn Smits was dat. Nog altijd hier aan de tafel. Jack Bogstra, Simona Bolelli. Simona, it's the first time you made the second round at this tournament. So yeah, that's I always lost first round. Yeah, always first round out. Now you it's the first winner this weekend. Yeah, early. Yeah. Like 100 people on the seats. Yeah, I remember once I played here in Nadal. Yeah. 2009 maybe. First round. I had a good match, 7-5 or 6-4 in the third, but I lost. Now today was a good match. I play solid, I play good with my serve, confidence with my forehand from the baseline. I think Rosol didn't play
a good matches. I think he made a lot of errors. But tennis is like this. I mean, every week is different. Every match is different. So now stay focused on the next round. Yeah, but because why is this tournament for you important? Why do you want to come to Rotterdam to play? Because you've been here a lot of times. Yeah, this year I decided to play indoor tour because we have Davis Cup in Kazakhstan. So we play there indoor. And after Melbourne, the other option was to play South America. So it was Melbourne, South America, came here to play Davis Cup, and then Indian Wells in Miami was terrible. So I decided to play Rotterdam, Marseille, Dubai here in Europe, more easier, and then go to Indian Wells, Miami. I like indoors, I like hardcore. I'm not playing only one surface, so. It's also good for your schedule. It's very important that you make the right schedule. So if you fly from Australia to South America to Europe and then to America again, that's not a good way. Yeah. So no, not a good way for tennis players. No, you have to look at that very carefully. You have to make a good schedule. That's very important. Yeah, that's why. Yeah, and then we're going to talk in Dutch again. Want de toppers komen nu in actie. Berdych gaat dan vanavond in actie komen, de winnaar van vorig jaar. Murray komt eraan. Waar verheug jij het meest op als tennisliefhebber? Dimitrov gisteren, hè, door het oog van de naald. Nou, dat zei Krajicek al een beetje. Het oog van de naald, weet je. En dat zijn toch, wat hij ook zegt, iedereen is aan elkaar gewaagd. Je kan ook zomaar verliezen. Dat kan heel makkelijk gaan. Dus ik verheug me wel op dat soort spelers. Dat die echt, Siemering 1998 toernooi gewonnen. Een matchpoint tegen de eerste ronde. Dus wellicht voor Dimitrov ook. Ja, tegen Ivanisevic. Tegen Dimitrov misschien nu ook zo'n mogelijkheid. Je weet het niet. Hè. Hij komt door de eerste ronde heen met vallen en opstaan. Maar ja, hij zit gewoon in toernooi. Dat soort spelers kom ik wel graag naar kijken. Moeten we nog wat verwachten van de Nederlandse tennissers? Of zou het mooi zijn als we de tweede ronde halen? Je moet niks verwachten. Topsport is toch dat je wat wil winnen? Nou, je hebt het zeker, maar dat willen ze ook wel, denk ik. Maar je moet ook kijken naar wat het niveau is. Ik geloof dat Haaspel tegen Seppi. Haaspel tegen Seppi. So that's tough first round for both, I guess. Haase hier in Holland. It's for Seppi tough, but he's playing well, Seppi. So for Haase is also tough. So it's I think 50-50 match. Okay. En Houta Galung has Vavrinka, hè? Vavrinka, so that's very tough. Yeah. dit boek gaan we weggeven. Mogen we van jou weggeven? Wil je het signeren? Tuurlijk wil ik dat signeren. Maybe Simone, you want to sign it as well for our viewers. sport@rijnmond.nl als je het boek wil winnen van Jack Bokstra. En dat kan je nu alvast mailen. Jack, je mag schrijven, want dan ziet iedereen ook dat je wat in hebt gezet. Oké, okay, dat vinden ze wel aardig. sport@rijnmond.nl als je het boek wil winnen. Dus mailen allemaal voor het boek van Jack Bokstra. Simone, thank you very much. Jack, dankjewel voor je komst. Morgen zijn we er weer met een nieuwe Tennisplaza. Graag tot dan. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO.